best geslaagde leerlingen van het district Kommerwijnen zijn zondag in de bloemetjes gezet door de Lions Club van hun district. De leerlingen hebben elk een certificaat en een prijsje ontvangen. Volgens de president van Lions Club Kommerwijnen, Roy Mohan, wil de club met dit gebaar de leerlingen van het district motiveren om hun schoolprestaties te verbeteren. De Lions doet dit niet alleen, maar samen met leerkrachten, ouders, andere organisaties en de overheid. De Lions is in 1917 opgericht en in juni volgend jaar bestaat de organisatie 100 jaar. Wereldwijd zijn er nu 46.000 clubs met meer dan 1 miljoen Lions-leden. Lions heeft natuurlijk ook een missie. Dat is het aanmoedigen van vrijwilligers om de gemeenschap te dienen. Identificeren van humanitaire behoeftigen, promoten van vrede en welzijn. De visie van de Lions, dat is om de leider te zijn in de community om de gemeenschap te dienen. Ons motto is ook bekend, we serve, wij dienen. Er zijn twee karaktereigenschappen die hoog in het vaandel wordt gehouden. Dat is integriteit en transparantie. Dat wil zeggen dat de Lions die een vest aandoen, dus de integere mensen zijn en natuurlijk ook transparant zijn wat ze doen, wat de activiteiten zijn en het bekendheid geven in de gemeenschap. Volgens Mohan heeft de Lions Club ondanks de precaire situatie in ons land mensen bereid gevonden om deze activiteit te ondersteunen. De vertegenwoordiger van het ministerie van Onderwijs, inspecteur Hanuman, zegt dat de leerlingen van Kommerwijnen hebben bewezen dat ze het kunnen. Van de 22 lagere scholen van het district hebben 7 leerlingen een Go Glow Award gewonnen. Ze hebben 60 punten of meer gehaald voor 7 vakken. De Maritieme Autoriteit Suriname, de MAS, heeft ook een laptop ter beschikking gesteld voor de beste VOJ-leerling.